Soma Sabela. Wauw, Remy zou eigenlijk een slang moeten zijn geweest. Eigenlijk. Slank. Fucking Remy. Wacht. Is 2007 dan ook een rat? Toen kwam het... De film toch uit? Of 2007 of zo? Ja. Ja. Dan gaan we kijken of het wel klopt. Wat klopt? Wat ga je nou checken? Wat klopt? 2008. Remy is een varken. Oh, ja, nou ja. Ik weet dat je het even weet. Nou, dat hebben we dus uitgevogeld. Remy is geen rat, maar een varken. Volgens het Chinese sterrenbeeld. Zullen we beginnen? Oké, ik heb hier een... Is dat zwembad? Ik kan hier op knopjes drukken. Dat is best wel cool. Er zijn letterlijk 100.000 knopjes, dus doe maar wat inderdaad. Nice. Oh? Dit is alles wat ik kan bewegen. Ben je een DJ? Wieke. En dan staat hij dan de hele tijd een beetje kloten met die knopjes. Ja. Maar daar kan ik nog niet aan zitten. Dus ik moet even kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat ik aan die knopjes kan zitten, jong. Oeh, dat ziet eruit als iets waar je aan kunt trekken. That's what he said, she said. Wow, dat ziet eruit als iets waar ik aan kunt trekken. Yeah. Ik snap niet waarom hier een trap is. Misschien kan ik ergens omhoog. Je kunt die trap duwen. Misschien kan hem... Ja, ik kan hem duwen. Deze lijkt me helemaal dicht te staan. Kijk maar, rood. Dus ik kan er niet aankomen. Maar hier moet ik wel uiteindelijk heen. Kun je ermee over het hekje? Ja. Kun je ermee over het Over dit hekje? Nee, dit is dicht. Ja. Oh, je wilt hier overheen gewoon. Ja, met dat lauwertje. Ja. Oké. Okay. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar we kunnen het wel proberen. Hopelijk val ik dan niet naar mijn dood. Omdraaien met die ladder gaat niet lukken. Dus deze is echt... Gaat wel lukken. Je kan het. Oh, ja, je kan het. Oh, oh. Je kan het. Ja, dit is sowieso wat we moeten doen. Je ziet hoe makkelijk dit gaat. Je ziet dat ze het hebben gemaakt om het op deze manier te doen. Oh nee, het hek is nog hoger. Kijk. Ah, fuck. Dat is een goed idee. Nou kom je hier niet meer op. Misschien moet ik nog in het begin... Wat? Ik wil dat trouwens niet. Oké, voordat je een computer aan wil zetten, wat is echt stap 1? Stroom. Ja. Ik wist niet dat hier een draad zat. Ja, en je let er alleen op. De stroom zat er niet in. Goeie prankspel. Laat ze je ook gewoon letterlijk die hele computer configureren. Kom op, Jeremy, je moet weten dat je als eerst Windows 10 moet installeren. Voordat je kan beginnen. Deze computer heeft geen moederbord. Oh, dat is ook wel. Oh, nice. Ja, kun je sowieso. Alright, laten we kijken hoe we dit gaan doen, jongens. Nu is het donker, dus nu is het nog makkelijker. Kan ik hem gewoon hier tegenaan zetten? Ja, dat denk ik wel. Oh, nice. Alright. Daar gaan we, boys. We gaan dus toch niet daar naar beneden. Tegen Giel. Huh? Oké, dat geluid vertrouw ik inderdaad niet. Gewoon er naartoe kruipen, wel. Wat kan er nou mis? Oké, ik vertrouw jou. Ik denk dat jij gelijk hebt. Natuurlijk. Dat kan hier nou verkeerd gaan. Natuurlijk. Ja, ik weet niet. Je kijkt alleen maar door zijn... Dat is het shaft heen. Ja. Je kan letterlijk geen enkele kant op. Ik bedoel, wie verstopt er nou in de ventilatieschacht? Dan zou ik echt denken aan... Ja, precies. Bij dat monster, wat doe je? Stop. Verkrachtende aardappel. Oeh. Bonjour. Ik laat mezelf even binnen. Oh. Laten we hier naar kijken. Oké, dit is hoe het er uiteindelijk uit moet zien, jongens. IKEA-machine. Ja. Nice. Oeh, een computer. Oh, no way. Oh, nice. Als zo'n rol, ey. Die wil ik niet. Die heb je nodig. Hoe bestuur je dit? Ik kan hier mijn Omnitool in stoppen, dus dat is ook wel... Zware stoel. Geen idee. Goed idee, kastanje koek. Lees object. Ik ben toch geen vrouw? Wauw. Wauw. Wauw, fucking eww, kijk naar de hoofd. Ja, je hebt geen lelijk. Catherine? Oh. Het hoofd is half weg. Er is niet zoveel meer van over, nee. Ik dacht dat je dat andere hoofd bedoelde, daar links. Dit lelijke kop daar. Gadverdamme. Oké, je kan ook helemaal hierheen. Ik zou niet weten waarom dat zo. Omdat het leuk is, daar. Dat is een feestje daar, sowieso. No way. Ik denk het wel. Ik denk dat je gewoon mee kan dansen. Het ziet er wel feestelijk uit. Het is zo leuk, het is allemaal zo leuk. Nice. Gezellig. Ah, er is iets misgegaan. Stairs.
Dat ziet er niet goed uit, hoor. Ja, het is een deurtje dicht. Licht knippert al. Dat betekent spooky times. Oh, is dat... Hey, fam. Is hij verbrand of zo? Hij ademt nog wel. Wat wil je zeggen? Oké, dan zeg je toch helemaal niks? Fucking bitch. Dat is door de schacht heen. Escargot. Waarom zit, waarom zit er iemand in de luchtschacht, jongens? Weet ik niet. Waarom? Oh. Waarom? Je moet toch gewoon een gelukkig. Wat een gelukkig kruipje, jongen. Ja, weet je, ik kan hem niet kwalijk nemen, want wij deden hetzelfde. Akers is niet alleen. Tenminste, drie proxy... creatures. Beesten. Ja, creaties. Beesten. Organismen. Check en sluit de deuren. Nee, Sion. Zeehond. Zeehond de deuren. Beweeg beneden de trap. En check, is dat niet schaak? Schaak en nee, zeehond de deuren, jongens. Schaak en zeehond de deuren, jongens. Oh, dat is de schaaklijst. Ja. Override doorlock. Waarom kan dat? Ik wil deze. Kan ik deze? Waarom kan ik die niet aanlakken? Waarom kan ik de rest wel lokken? Well. Je doet gewoon wel lokken, weet je wel. Vanuit het spel bel je dat niet moeder. Hey man. Wow! Oh, wat is daar, Sinan? Is dat Mr. Potato Head? Blijf daar, Mr. Potato Head. Hij heeft sowieso vingers. Fucking back-end developer. Hij heeft geen vingertjes. Zo, hij heeft geen vingertjes. Als hij door die deur heen komt, ik. Erin. Nee. Ik denk dat dat Lansky is. Oké. Hij is super. Als ik weet dat je. Hij heeft vingertjes. Oh. Oh. Oh, dit gaat gewoon goed. Het gaat gewoon goed. Ik kan er gewoon doorheen. Volgens mij kan hij mij niet horen. Volgens mij is hij. Denk ik ook niet. Doof. Ik denk dat dit de reden is van het lokken van dingen. Die heb ik. Gooi naar zijn hoofd. Oh, hij rent nog steeds achter me aan. Oh, hij is snel. Hij is snel, broeder. Pak. Nee, daar is één uitgang. Weet ik. Waarom ga je dan heen? Ik ben al dood. Hij weet niet dat ik hier ben. Waarom doe je de deur dan niet? Omdat hij de deur kan openen. Ja, maar hij is nu al open. Weet ik. Hij hoort als je de deur open of dicht doet, dan weet hij zeker waar je bent. Oh. Hij is niet doof, maar hij is wel blind. Ja, dat bedoel ik. Zijn jullie blind? Met hem hier. Mooie foto. Kijk of je iets op slot kan doen. Deze deur? Kan dat? Nee. Weet ik niet. Kijk even. Waar ben je nu? Weet ik niet. Lok gewoon wat shit. Of unlock wat shit. Oh, verkeerde knop. Aha! Ah, nu bitch! Op slot. Smart. Oh, get shit on. Dan loopt hij naar een andere computer unlock. Dan slaat hij eraan door. Okay. Misschien moet je een andere deur unlocken en dan openmaken. Dan gaat hij daar naartoe. Oké, moet ik even goed kijken naar welke dat dan zou moeten zijn. Dat ik niet mijn open doe. Dat is niet aardappelman. Wie is dat, Chris? Nee, het is zijn opa. Ja? Geef mijn naam, Chris. Het is Terry. Geert. Alright. Terry Geert. Oh, baby. Oh, nice. Oh, wee! Oh, waar leidt dit heen? Oh, shit. Niet kreunen, anders komt dat beest. Draai je om en dan. Ja. Oh, ik ook. Ik hoor hem wel. Alles is connected. Hij loopt echt hier. Jezus. Ik zie hem niet hoor. Denk je dat hij hier links moet doen? Denk ik. Lijkt het wel op. Ik denk dat hij links hier moet doen. Nee, hij stond daar. Hij stond daar. Oké. Dus ik kruip deze kant op. Misschien kun je dat ding daar naartoe lokken. Denk je? Oh. Nee, ik weet het niet. Grote deuren die als open dicht gaan, verdorie. Dan loopt hij wel eeuwen rond.
Ja. Doe je deur achter je fucking reet dicht. Dank je. Oké, ik heb echt letterlijk geen idee in welke kamer ze zijn geweest. Oh, misschien moeten we die hebben. Oh, de raam zit er kapot uit. Oh god, dat klopt. Ik kan die sowieso inslaan ergens mee. Oh. Weet ik niet, maar misschien kan het wel. Hoor ik nou fucking spreeuwen of zo? Nice. Niet daarmee in ieder geval. Dat was heel erg. Kijk uit. Nee! Oh. Oh, broer. Dat was veel geluid, holy shit. Ga erin! God, dat gaat niet. Oké. In dat geval. Dat gaat wel. Ja, nu nog niet. Jawel. Jezus! Hij laat hem even een rondje lopen. Die vent. Oh, nu heb ik het afvallen, hè. Ik zal hem fucking raam gebroken, nu moet ik weer die... Als je rent, weet hij waar je bent. Nee, dat ruimt. Okay. Ah, ik kan hij je niet pakken. Oh, hij staat hier bij deze deur. Oh, maar je moet toch wegrennen? Als hij achter jou sprint en ze denken al te laat. Oh, Terry Geert heeft nooit door ramen heen kunnen klimmen. Wie ben jij? Brandon! Brandon! Juan! No way! Dat is niet... Is dat die ons niet vertrouwde? Is dat deze? Is guy die je eerst had... Ja, die ons hielp in het begin, toch? Of, ja. Nee. Met die computer... In die simulatie, waarbij die de hele tijd... Dat zei hij. Sla hem even een keertje voor me, alsjeblieft. Geef hem even een tikkie op zijn kop. Deze fan die vertrouwt letterlijk zijn eigen moeder nog niet eens. Oh, shit. Vertrouwt zijn eigen moeder. Brandon, het eten staat klaar. Nee, het is simulatie. Het is nep. Kijk, dat loop je dan. Hey Geert. Oh, fuck, gast. Die heeft echt sowieso op de catwalk gelopen. Kijk dan. Geert was in zijn vorige leven een supermodel. Terry, Geert. Ik ben hier niet hoor, Geert. Terry. Ik ben hier niet hoor, Terry. Geert. Jongen. Oké. Doe het. Oh, piepen. Piepen, broeder. Oh god. Kijk hem nu. Oké. Komt ie, hè? Oh, je wacht. Je mag ook niet te lang naar kijken of zo, want zo werkt het spel. Ja. Heel leuk. Ik snap het niet, maar ik wil juist... Als je hem te veel aankijkt, dan... Maar ik zie hier slechts een vloer. Ik zie niks anders. Gaat hij zo kruipen op de grond, zo? Komt hij naast je zitten van wat? Waarom pakt hij? Oh, hij staat naast je. Oh, hij staat letterlijk tegen jou. Ja, weet ik. Hij komt goed. Ik weet niet. Hij ziet je niet. Ik zie hem niet. Ah, jongen! Ik dacht dat hij blind was. Ruik je toch? Ik kan niet wel eens bij jou. Oh! Dat is slechts het licht. Dat is leuk. Dat is wel epic. Gast, die ene deur in die ene kamer, dat ene spel, gast. In het ene spel. In dat spel. Deze. Ja! Yeah. Yeah. Oh my god! Oh my god. Fuck, ik wil niet weer met je praten. Alright. Zou dit geluid maken, denken jullie? Ik denk het wel. Nee. Ik zet even deze speaker aan. Niet kijken. Gewoon omdraaien. Laat hem gewoon in rust een beetje je rugje strelen. Ja, right. Zit langzaam naar beneden. Oh, god! Oh, nee. Oh, kut. Dit is weer het einde. Gewoon achteruit lopen. Misschien zelfs als coach. Dat werkt wel de vorige keer, ja. Maar hij gaat me sowieso weer verkrachten. Probeer het gewoon. Nee. Blijf stil. Oh. Hij is een stikker in zijn shippies, joh. Heb je chipjes gepakt? Nee, dan stik erin. Misschien als het echt heel erg wordt, als het echt heel erg hard begint te bewegen, dan maak je een grote bocht naar links en dan ren je eromheen, oké? Gewoon een grote bocht links om hem heen. Terwijl je met je rug naar hem toe staat. Hoe? Nee, gewoon wachten en dan Oh, oké. Staat hij nog steeds, denk je? Nee. Natuurlijk niet, nee, dommel zo. Zachtjes. Weet ik. Heb je de chip niet gepakt? Jawel. Okay. Oh, in de computer. Ah. Ren. Ah, ik kom hier gezellig achter je aanrennen. Oh ja, maar dat is geen pressure. Under the pressure. Ik denk dat je een game over krijgt. Snel, Jer. Chippy zit eronder.
Ik heb hem op slot gezet. Ik heb hem op slot gezet. Oh, oké. Okay. Die heb je nodig. Ja. Mijn naam is Jan Klaas Pieter Geert en ik ben mee met de tijd. Jockey J van de straat. Ik sta bekend om mijn flossdans van het spel dat mijn kleinzoon speelt, Fortnite. Mijn kleinkind heet by the way Fortnite. Ik speel het spel niet, maar ik speel het met mijn kleinkind. Ik ben trouwens ook pastoor. Niet dat ermee te maken heeft. Leuk feitje. Niet dat er iets mee te maken heeft. Dat is gewoon een ander feitje. We gooien gewoon het feit, dacht ik. Dus ik weet je. Ik denk, ik vertel het maar gewoon even. Ik ben ook een registered sex offender. Ander feitje. Leuk feitje die ik ook moet vertellen. It's missing something. It's missing something, waarom? Fucking hell, ik geef het op, sorry. Het sorry. Gewoon stilstaan, gewoon draai om. Draai om, Jan. Nee, wat doe je? Wat doe je? Je gaat dood. Oh, hier kan ik wel heen. Ja, dat is dood in de kamer. Hey, wat? Is dat alles wat je gaat doen? Alright, dan ren ik er verder. Alright, ben niet. Heb je in de kamer opsluiten en dan gewoon de deur dicht doen? Nee. En dan gewoon want hij de deur openen. Dit gaat goed, dit is goed, dit is goed. Nee, de kamer op slot doen. Gewoon naar rechts en de deur dicht en dan gaat die. Ja, die. Ja, die. Ja, die. Misschien komt hij daar wel op af, ja. Oh, ik hoop dat hij erin zit. Ah. Hij zit erin. Doe de deur. Doe hem dicht. Wat zei? Oh, got him. Fuck jou, gedirigeerd. Kijk of ik me kan bekijken. Ik zou niet gaan rennen. Hij zit links. Is dat deze kamer die ik op slot heb gedaan? Ik geloof het wel. Ik geloof wel als hij boos gaat, dat hij dan de deur kan breken. Dus oké, laten we gewoon sprinten. Okay, yep, links, link. Weer links. Waarom hoor ik die muziek weer? U heeft uw bestemming bereikt. Kijk dan. Oké, ja. Kijk dan. Mijn god, het gaat zo traag. Oh, ren, oh knoppie. Zet hem dicht. Hoe ben je? Ga maar gewoon ergens heen. Ik wil gewoon kijken naar welke ik toe wil, weet je. Ik wil niet straks op de verkeerde verdieping en ongemakkelijk staan te kijken naar die mensen die ik daar tegenkom. Ik dacht helemaal wat je allemaal voor extra dingetjes moet doen. Je denkt van, oké, ik ga naar binnen en moet ik alleen op een knop drukken. En dan krijg je helemaal een voor je neus. Zo'n puzzel met die blokjes dat je een vormpje moet krijgen. Gewoon heel bestuurs. Oh, zo ja. Klik de foto's aan, maar geen vraag waarom staat. Ja, inderdaad, ja. Maar dit is best wel epic. Oeh, regenboog. Alright, Devin, jij hebt het spel gespeeld. Wat denk jij? Is dit een mooi moment om te stoppen? Ik zou nog een klein stukje doorgaan. Is goed. Ik ga door die deur die ik net als enige letterlijk open kon doen. Dit doet me denken aan dat plekje waar die vent is. Wat is het? Carl? Ja, Carl, inderdaad. Carl. Carl. Alright. Carol. Carlson. Kerel. Jezus. Oh, fuck, wat? Oh, het is dicht! Ik kan hem niet meer dicht doen. Oh. Dat zei je expres, hè, Devin? Dat we nog even door moesten. Holy shit, ik schrok. Ik heb niet één keer damn gezegd. Dat is waar. Kijk, het werkt de damn Daniel techniek. Ja, Christian, goed gedaan. Kijk dan. Wat voor dingen kan je er nog meer afleren? Ik wil wel weer goed Nederlands kunnen praten, maar ja. Ah, Christian, correct. Geef het. Elke keer moet je er goed keuren als iets fout zegt. Oké? Okay? Ik denk dat je dat wel kan, dan ben je best wel goed. Wij zitten wel met een checklist. Ja. Wij lopen er wel met een checklist doorheen. Dus wat je allemaal verkeerd hebt gezegd, maar ofzo. Ja. Je hebt voor deze, aflevering heb je een 6 gekregen. Ja, 6. Ja, maar de error lag wel iets hoger. Ja, inderdaad. Sinds iedereen deed een beetje fout, waardoor...